Kat Luiten is hier. Goedenavond, Kat. Ja, ja. We hebben twee biologen en die... Goedenavond, Kat. Goedenavond. Een beetje een leuke zomer. Fantastische zomer. Ja, want het is druk geweest hè, met die Kazakkendraaiers en Vlaanderen Vakantieland. Ja, dus ik was wel toe aan een beetje congé, maar ik heb die gehad hoor. Goed. Dus ik ben helemaal fris voor. Zeg, wat wil dat nu zeggen? Je wordt het gezicht van BVN. Leg even uit aan de mensen thuis die niet weten wat BVN is. Mensen die in het buitenland vaak vertoeven, ja, die zoeken daarnaar. Want daar kan je dus het beste van Vlaanderen en Nederland aanschouwen. BVN is eigenlijk de publieke omroep van België en Nederland. Effectief overal ter wereld. Dus programma's. Dus in Kenia en in Burundi kan je naar BVN kijken. Voilà, als jullie niet in de tent slapen, dan moet dat zeker kunnen. En het is eigenlijk de bedoeling van een klein beetje contact te houden met het thuisfront. Hè? Ja. Dat doe je dan aan de hand van herhalingen van FC De Kampioenen. Voilà. Die zitten daar ook weer op. Zitten wij erop, Villa van Tilt? Villa van Tilt, het beste van Vlaanderen en Nederland. Ah, dus, voilà. Want anders was het gesprek hier afgelopen. Ja. Nee, maar we zitten erop. Het wordt 's namiddags uitgezonden. Ik heb dat straks bekeken. En ook in het midden van de nacht. Hè? Ja. Dat is goed. Maar ik denk dat het is niet alleen voor vakantiegangers is. Ik denk ook... als je de vrouw bent van een of andere hardwerkende expat in pakweg Saudi-Arabië of zo, dan is het denk ik leuk dat je om 6 uur naar Jeroen Meus kunt kijken en een Vlaams gerechtje op tafel toveren. Maar er zitten dus ook Nederlandse programma's in. Ik heb gekeken, op dit ogenblik draait er op BVN Keuringsdienst van Waarde. Prachtige titel en dat is een heel boeiend programma. Ken je dat? Ik denk, is dat een consumentenprogramma? Het is een consumentenprogramma. Dus ze gaan na, ze kopen gewoon een potje uitjes in een supermarkt. Ze kijken wat erop staat en ze gaan na... Klopt het wel wat erin zit en van waar komen die uitjes en welke weg heeft dat potje afgelegd om hier te komen? Dat is hallucinant. En die uitjes worden ergens gekweekt in Nederland. Die gaan dan eerst naar Polen om geschild te worden. Die gaan naar Portugal om gewassen te worden, bij wijze van spreken. Via Duitsland om in de glazen bokaal te zetten. Engeland het dekseltje erop en dan komen we terug in Turnhout. Zo is het allemaal. En lekker. Echt... En dan ook nog lekker, ja. Dat is een leuke potje. Kijk je daar soms naar? Wel, ik moet zeggen dat ik eigenlijk in het buitenland meer televisie kijk dan in het binnenland. Het gebeurt wel na een zware draaidag. Dat je zo met één hand de badkraan opendraait en dan met de andere tv opzet. Mm-hmm. En dan plons het in het bad. Is het altijd leuk om Martin Tangen te horen zeggen dat er nog geen regering is of zo. Maar ook de buitenlandse, de Nederlandse programma's. En ik vind De Wereld Draait Door dan wel heel leuk. Ja. Daar gaan we het zelfs over hebben. Jij wordt nu het gezicht van. Wat moet je dan doen? Overal komen vertellen dat dat een ongelooflijk goed station is eigenlijk. Voilà, jij had dat dus ook gekund. Ja, ik was misschien beter de ellebogen van het station geweest. Mijn gezicht zit toch niet mee eigenlijk. Nee, maar moet je daar nu een campagne voor gaan voeren? In handjes, campings in Spanje? Schudden. Oh, dat is nog een idee. Ja, toch leuk. Kijk, dat BVN. Ja, we gaan ons BVN-tent opzetten. Nee, ja, sowieso, als ik in het buitenland ben en we komen Vlamingen tegen, dan is het altijd van, maar jij bent dat blondje van Vlaanderen Vakantieland. En dan ga ik nu zeggen, ja, en dat is ook hier te ontvangen, dames en heren. Dus... Ah, oké, goed. We hebben jou gevraagd, wat zijn zo voor jou dan de leukste programma's? Voor Nederland, je zei het al, De Wereld Draait Door. Het legendarisch programma met Matthijs van Nieuwkerk. Waarom is het zo goed? Het is de Nederlandse Marcel van Tilt. Ja, maar hij is zo snel. Hij is zo snel. Ja, ik heb alle respect voor Matthijs, want hij doet dat ongelooflijk goed. We hebben een stukje klaarstaan van Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. 29 april, voortaan zal deze dag in Groot-Brittannië onmiddellijk worden gelinkt aan het koninklijke sprookjeshuwelijk. Toch is duidelijk niet van tevoren gecheckt welke beroemde koppels op deze datum nog meer zijn getrouwd. Zo ontdekte BBC-comedian Frank Skinner. A lot of young couples preparing to get married, though they like to check out which famous people have got married on that same date. William and Kate really hit the jackpot. That is absolutely true. Adolf Hitler and Eva Braun got married on the same day. They actually committed suicide the next day. People, they just don't want to work at it, do they? Ja, zij gebruiken ook leuke stukjes uit andere programma's. Ja, het enige probleem is dat je hem niet verstaat, hè? Ja, wel, maar hij praat echt razendsnel. Ja. Hij heeft het wereldrecord snel praten, ja. Ja. Uit België heb je gekozen, het legendarische Man bij het Hond. Dat loopt nu al zoveel jaren, dat blijft goed, hè? Ja, ja, het is Vlaanderen op zijn puurst, hè? En ik denk, het is gewoon... Het kan de buurman zijn of de buurman van de buurman. En zij hebben gewoon een nieuw soort televisie uitgevonden, denk ik. Mm. Waar iedereen stiekem toch wel een beetje jaloers op is. Ja. Ik denk, als we met Vlaanderen Vakantieland zo'n figuur vinden en dan krijgen we achteraf een compliment van... Het lijkt een beetje op Man bij het Hond, dit stuk. Een kleurrijk figuur. Ja. Hier is zo'n stuk uit Man bij het Hond. Het is een kleurrijk figuur en die kleurrijke figuur was iets verloren. Dag. Dag, Roger.
Ja, ja, ja. Maar een probleempje, dus wil je wel zijn verhaal doen? Ja, gisteren wist van Eden. Ergens is een misval, denk ik. En ik kan dus moeten overgeven en dan zie je waarschijnlijk erin gesukkeld. Heb je er alleen geroerd? Ja, kan er alleen geroerd. Oei, oei, oei. Ja. Het moet opgelost worden, hè, want we kunnen niet verder lopen alle dagen zonder tanden. Dat is het dus geen zeg. Zie naar iets verdachts. Waar? Ja. Maar ze mee. Voilà. Magnifiek. Ah. Ja, ja. Man. Vlaanderen op zijn best, hè? Ja, een kunstgebied, een beerput. En meer moet dat niet zijn, eigenlijk. Zeg, de persoonlijkheden op de televisie in Nederland. Ja, Paul de Leeuw is ook zo'n legendarisch figuur die ook al 25 jaar bezig is. Die geraakt overal mee weg. Ja, want nu gaan we een stukje zien met Paul de Leeuw. En dat heet, dat is een soort van videogame, dat heet Angry Birds. Ken je dat? En dan, wat moet je dan doen? Wel, je hebt vogeltjes en die steekt je in de katapult en die schiet je dan weg. En dan moeten die iets omver doen vallen. Ah, dus dat is virtueel, schiet je die dan weg. Ja. Maar zij hadden het dan gedaan in de studio met echte vogeltjes. Oei. Wow. Nee, maar het is overduidelijk. Ja, het is overduidelijk. We gaan met een kattenpult. We pakken er gewoon een piep, een kuikentje. Nee. Ja, geen niks aan de hand. Niks aan de hand. Oké, okay, mensen. Oh. Even opzij, jullie opzij, jongens. Oh nee. Even opzij, je moet even opzij, jongens. Oh, en omhoog, omhoog. En omhoog, omhoog. Oh, wacht. Nee. Je moet echt opzij, want het gaat mis. Ja, ik voel me ook gewaarschuwd. Ik ga echt opzij, jongens. Ja, dat is helemaal niks. Het lukt niet. Ja, Gordon, ja. Ja, hij neemt de mensen geweldig beet, want dat zijn natuurlijk geen echte vogeltjes. Achterin zaten een soort van gele tennisballen met pluimpjes op. En als je het dan afschiet, lijkt het op een vogeltje met wat gepiep. Ja, maar wel leuk, hè? Hij komt ermee weg, hè? Goed. Zeg, wat ik niet wist is, jij hebt eigenlijk een beetje Nederlandse roots. Want je bent knal op de grens geboren, hè? Ja. Het dorp waar ik vandaan kom heet Koewacht. Koewacht. Maar is dat dan in België? In Nederland is er Koewacht. Maar hier is hier gemeente Terneuzen, maar dit is een Nederlands bord, ja, hè? Ja. Maar je hebt ook een Belgisch Koewacht. Ja. Belgisch Koewacht is weliswaar kleiner. Wij hadden geen supermarkt. Wij moesten in Nederlands Koewacht naar de supermarkt. En we hadden ook geen postkantoor, maar ze verkochten wel Belgische postzegels in het Nederlandse postkantoor. Ja, maar dat is een gemeente dat ligt echt knal op de grens. Dus het leukste moment om daar te komen is tijdens een EK of een WK. Dan hangt er werkelijk op de grens een spandoek. En meestal doen de Belgen niet mee. Dit is de grens, hoor. Het is een dikke paal. Dat is de grens. En meestal doen de Belgen niet mee tijdens zo'n EK of WK. En dan hangt er, als je Nederland binnenrijdt, hier begint het WK. Uitgetekend. Ja. En als je langs de andere kant komt en België weer inrijdt, hier eindigt het WK. Zeg maar, je papa was Nederlander? Papa is Nederlander, ja. Tenminste op zijn paspoort, want hij praat ook geen Nederlands. Ja. Hoor. Nee. Dus daar groei je dan op. Dus je bent ook totaal onder die invloed van de beide culturen dan. Ja. Dus jij houdt van drop. Ja, ik voel me wel een beetje een Zeeuws meisje. En kilo's drop heb ik achter de kiezen. Kilo's drop? Lekker. Zo, als je aan het studeren bent tijdens het examen, dan kwam de mama bij andere mensen waarschijnlijk aardbeidjes en fruit brengen. En bij mij was dat dan drop. En dan, ja, heerlijk. Bij mij was dat Captagon. Oh. Maar ik had een heel progressieve moeder. Ja, ik kan. Een paar beelden. Jouw favoriete plek in Nederland. Mijn moeder zit nu te kijken. Captagon, wat is dat? Dat zijn stimulerende middelen, moeder. Groede is jouw favoriete plek in Nederland. Wat voor dorp is dat? Een zeer stimulerend dorp ook. Ja, daar hebben daar beelden van. Dat is echt, ja. Daar is de tijd blijven stilstaan eigenlijk. Kijk eens aan, oh, het lijkt wel Vlaanderen-vakantieland. Ja. Dit is ook in Zeeland, hè, bij Briskes. Hè? Ja. Het is een fantastisch klein dorp. Ik wist alleen niet dat er zo kitscherige beelden van bestonden. Maar dit is wel een folkloristische namiddag, dus het ziet er niet altijd zo uit. Nee. Op zo'n dagen kun je dat beter mijden, denk ik. Ja. Maar het leuke is, dat dorp ligt 2 kilometer van het strand. En het strand is daar puur. Hè. Geen blokken, geen buildings, geen Vlaamse kust. Dat is heel Zeeland, is geweldig. Ja. Domburg, Middelburg. Het zijn echt leuke plekken om op vakantie te gaan. Kan je echt wandelen. Ja. In België, jouw favoriete gemeente is Deurle. Dat ken ik. Ja. Ben jij overal gespeeld? Ken je dat? Deurle? Deurle, dat is naast Sint Maartenslaten. Ah, voilà. Ja. Ah, okay. Ik moet zeggen dat ik dat nog maar net ken. Ja.
Ik vind dat fantastisch mooi. Ja, het wordt misschien een beetje als kitsch beschouwd, omdat het nog zo perfect intact is. Net zoals Damme en Brugge. Maar we moeten daar echt wel trots op zijn dat we dat nog hebben. Hè. Kijk, kijk. De lijn is fantastisch. Breed en groot daar. Hè. Het is niet volbebouwd. Dat is de laatste kilometer in Vlaanderen die niet is volbebouwd. Nee. Maar onbetaalbaar wellicht. Maar wel onbetaalbaar. Of heb jij daar iets? Nee. Toch niet officieel? Nee. Goed. Zeg, zou je naar Nederland willen verhuizen of vind je België toch meer dan oké? Wel, ik overweeg het wel een beetje. Ja? Ja, dan krijg je zo het statuut van grensarbeid. Ah, oké, dat is al fiscaal-technisch dus, heel interessant. Ja, maar het zijn de rijke Hollanders die naar hier komen. Hè. Ah, okay. Ik ben maar een arme Vlaming die naar Ginder zou gaan. Maar die kans die zit er wel in, hoor. Ik heb daar zo nog ruimte en het is ook niet de lucht zo ver, is nog zuiver en zo. Goed. Het is niet zo. Wat zijn je volgende plannen? Vlaanderen vakantieland, dat komt terug. Wanneer zijn ik vertrek naar Nederland. Ik ga daar een reeksje draaien en daar zullen we wel even zoet mee zijn. Ja. Kazakken draaien, dat is nog onzeker. Ja, dat is zo nog ja, maar Bart, die heeft allerlei andere plannen, dat zien we is goed bezig ondertussen. Ik wens je nog een zeer fijne zomer toe en ik dank je voor dit gesprek. Kat Luiten. Yeah.